Zo. De eerste wasstraat na de zomerstop. Ja, de eerste zomerstop. Ja. Misschien dat ik er ook nog eentje doe. En wasstraat nummer 18 inmiddels. Jongens. En ik heb weer aantekeningen. Veel te veel. Ik niet. Net terug van vakantie. Oh ja, naar het wonderschone Griekenland. Eindelijk weer rijden in een normale grote auto. We hadden daar misschien wel het kleinste autootje wat er bestaat. Een Chevrolet, maar dan een Matisse. Dat is echt inie mini. Oh, echt waar, joh? Ja. Vergelijkbaar met de Citroën of zo? Of die C1? Kleiner, denk ik. Kleiner? Jezus. Met echt een 0.01 motor of zo. Dus als je een heuveltje opging, dan moest je terugschakelen naar z'n 2. Ja. Dan kon je met 20 km per uur een... dat is echt heel anders. Oh, jongens. Ook trouwens, heb jij een pluisje? Ja. Oké. Okay. Dat is, en dat was een geslaagde vakantie, heb ik begrepen. Ja, dat was leuk. Ik heb lekker met de GoPro gespeeld die ik mocht lenen. Oh ja, die we nu dus gebruiken voor kamp B. Ja. En met een duikbehuizing, dus ik ben ermee gaan spelen. Ik heb geprobeerd om een stabiele onderwater torpedo te maken, wat helaas mislukt is. En maar wel, wel heel erg leuk mee zitten spelen. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het ook. Ik heb de video's gezien. Zullen we er wel even naar linken. Ja. En ja, dat zag er heel erg leuk uit. Zeg maar, ik moet nu ook een watervakantie doen. Er zit niks anders op. Ja. Zeg maar, ik heb nu ook die herbehuizing natuurlijk. Dus ja. Ja, het is echt heel leuk. Ja, ik ga ook zo'n GoPro kopen. Dat is zeker. Ja. Ja, ik zag iemand die heeft een, met zijn GoPro, of in elk geval met zijn onderwatercamera, heeft hij een heel fotografie-serie gemaakt. Waarin hij dus mensen die net in de brandinggolven duiken. En het ziet er zo surreal uit. Dan zie je zeg maar die golf in, ja, in tijd bevroren. Dus ik ga eens kijken of ik dat kan maken. Maar dan moet ik wel een land vinden waar je mooi water hebt. Zoals in Hawaii. Hawaii. Oh ja, nee, er zit niks anders op. Ja, dat moet nu, hè? Oh. Zo. En we gaan gelijk de brug bij het Amstel Hotel uitproberen. Die is weer helemaal nieuw. Hey, zeg,